Nou, ik ben Annemarie Knotneers. Ik ben programmaleider bij het platform Talent voor Technologie. En van daaruit gedetacheerd bij de SER. Nou, Eddy heeft mij net vreselijk aan het denken gezet. Want de SER, ja, dat is Sociaal-Economische Raad. Die adviseert dus onze overheid op sociaal-economisch beleid. En ja, daar gaat het steeds over gelijke kansen. Hè? Maar niet, ja, ook wel over die inclusieve samenleving. Dat is niet helemaal waar. Maar ik denk deze blik die jij daarop wierp, maakt toch wel even dat nou, misschien zijn, moeten we met de SER ook eens eventjes daar goed over nadenken. Ik werk daar bij de SER aan de actieagenda Leven Lang Ontwikkelen. Dat is een programma wat daar loopt, wat vooral aangejaagd is door Mariette Hamer als voorzitter. Nou, die is onlangs vertrokken als voorzitter, maar we gaan nog wel door. En tot 23 jaar geleden was ik werkzaam in het onderwijs. En ik ben Robinette Bargeman, directeur van Bureau Sterk. Onze expertise ligt onder andere op leerweg onafhankelijk valideren. En ik heb tot 9 jaar geleden, ben ik altijd werkzaam geweest in het onderwijs en ook een deel in de zorg. Oké, dankjewel. Toen ik dit aan het voorbereiden was, kreeg ik allemaal mooie artikelen van jullie toegestuurd. En nou ja, Berend was net op het podium, dus dat is op zich wel leuk. Ik had een citaat van hem uit een van die artikelen waarvan ik dan dacht van, hey, dat slaat op waar wij mee bezig zijn. En wat hij daarin schreef is, je wil dat mensen gewaardeerd worden om wie ze zijn, om hun vaardigheden en talenten en de bijdrage die ze leveren aan het common good. Nou, dat is eigenlijk precies waar wij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. En onder andere dit document is vorig jaar opgeleverd. Heeft Robinette ook aan meegewerkt. Daar ken ik haar ook van. En dat gaat dus over van hoe komen we tot een ander soort arbeidsmarkt waarbij talenten van iedereen gewaardeerd worden. En dat ook talenten die je hebt, die je kunt ontwikkelen. En ook die ontwikkeling gezien wordt in je verdere loopbaan. Is een inspiratiedocument. Daar staat wel een van hoe belangrijk het is. Maar de oplossing, daar moeten we natuurlijk met z'n allen aan gaan werken. En daar zijn we dus ook heel hard mee bezig. Die actieagenda van de SER die gaat over het stimuleren van een positieve leercultuur. Dat is ook de opdracht van het kabinet. Dus het is ontzettend breed. Maar we hebben daar binnen gekozen voor een aantal wat je dan noemt doorbraken. En de doorbraak waar ik mee bezig ben binnen de SER is vaardigheden in kaart. En dat gaat hier ook over. Hoe zorg je ervoor dat je de vaardigheden, nou ja, skills, er zijn natuurlijk allerlei termen, je kan van alles ondervatten, maar hetgeen iemand opdoet in zijn leven qua kwaliteiten, dat je dat mee kan nemen in de rest van je leven en dat dat ook gewaardeerd gaat worden. Wat het belangrijk maakt bij de SER, hè, want dat is natuurlijk, daar zitten de sociale partners zit erin, werkgevers, werknemersorganisaties en kroonleden, is dat wat dit oplevert ook her- en erkend wordt door werkgevers en werknemers. Hè, dat je dus niet iets systeem maakt van ergens wat ergens staat, wat niet gaat werken op die arbeidsmarkt. Nou, en wat we gaan proberen ook met die skillsgerichte arbeidsmarkt is ook om dat te koppelen met scholing en ontwikkeling van mensen. Hoe zet je dat dan goed in? En dan kom je ook weer op scholen terecht. Nou, de noodzaak, hè, toen ik ben drie jaar geleden begonnen bij die actieagenda, iets meer dan 3 jaar geleden. Nou, toen ik het woord skillsgerichte arbeidsmarkt riep, werd meteen bijna mijn kop eraf gehakt. Hè, want dat was iets van, nee, werkgevers en werknemers waren ongelooflijk gefixeerd op diploma's. He, diploma's was de graad voor de arbeidsmarkt en diploma's, daar wierf men op diploma's. Dat kwam in vacatureteksten terug. He, en dat nou, was eigenlijk het allerbelangrijkste. Als iemand maar een diploma heeft, dan komt hij er wel. Maar goed, de arbeidsmarkt is natuurlijk steeds sneller in verandering. Dan hoef je de krant maar op te slaan, dan lees je daarover. En daarnaast hebben we ook een aantal crisissen waar we mee te maken hebben gehad en hebben. Hè. We hadden de financiële crisis, we hadden COVID. Nou, daar dachten we, zijn we uit. Maar nu hebben we ineens oorlog. Hè. Dus we weten ook niet wat die ontwikkelingen op die arbeidsmarkt zijn. En als het gaat om duurzame inzetbaarheid van mensen, dan zou je dus fijnmaziger moeten gaan kijken naar wat mensen kunnen. En wat mogelijkheden mensen hebben, eventueel met wat scholing. Nou, dan volgens mij sluit dat, en volgens ons, want Rabonet heeft ook meegeschreven, ontzettend aan bij de centrale vragen van vandaag. Hè. Hoe kan je ieder mens tot zijn haar recht laten komen binnen onderwijs en werk? Hè? Want daar hebben we het vandaag over. En hoe nemen we iedereen dan ook serieus en houden we iedereen in zijn waarde? Nou, dat zijn ook dingen die ik net de sprekers voor ons ook al heb horen zeggen.
toekomst van de arbeidsmarkt begint natuurlijk in het onderwijs. Hè? Daar zijn we, wordt de basis gelegd om daar verder mee te gaan. En ja, wat wij zien, we hebben ook vanuit die actieagenda daar veel publicaties over gemaakt. Eigen regie, hè, het zelf in de hand nemen van je eigen regie op die, in onderwijs en arbeidsmarkt. Het wordt steeds belangrijker om mensen ook wendbaar te maken en weerbaar te maken. En daar is nodig, hè, dat we hebben we met elkaar laten zien, dat mensen de ruimte daarvoor krijgen, hè, om dat ook te ontwikkelen. Dat er richting wordt gegeven en ook ruggensteun komt. Ruggensteun van hè, ja, waartoe ga je ontwikkelen en dat je ook geholpen wordt om daadwerkelijk dat te kunnen doen. En hoe waardeer je binnen zoiets hè, de juiste wijze van talenten, zodat iedereen zich ook daadwerkelijk kan ontwikkelen. Nou, 29 maart vorige maand was er een grote oploop bij de CERM. Een bijeenkomst ging over het valideren van wat je hebt meegenomen in je of en meeneemt in je loopbaan. En nou, dus een breed gezelschap heeft dat voorbereid. Onder andere Robinet was daar ook bij, maar ook werkgevers, werknemers, onderwijs. Hè, dat ging dan wel vooral over het vervolgonderwijs, hè, niet per se over het voortgezet onderwijs. He, maar ja, er gebeurt ontzettend veel op dit gebied op dit moment. He, er hadden ook heel veel inleiders die net een verschillende hoek daarnaar keken. Van hoe kan je dat nou goed meenemen? He? Want dat diploma denken zit er toch nog behoorlijk in. Nou, en als je dan kijkt vanuit van, is het nou, he, de meritocratie van gelijkheid. Als je zo'n bijeenkomst bekijkt, is eigenlijk wel een beetje wat ik hier ook zie. Maar he, dat zijn de witte middelbare, van middelbare leeftijd beleidsmensen. Die groep praat er met elkaar over. He, maar je moet natuurlijk ook kijken van hoe krijgen we goed die koppeling voor elkaar met voor wie we het doen. He? En dat, dat was daar ook nog niet zo. He? Maar dat is ook ja, zo'n setting bij de CER. Je moet ook ergens beginnen. He? Wat ik jullie vertelde net, he? 3 jaar geleden was het vloeken in de kerk. He? En nu zijn die werkgevers en werknemersorganisaties ook voor om dat op een andere manier te gaan doen. En wat als een van de conclusies van die bijeenkomst was, is dat de mindset moet veranderen van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid om hier ook op een zo dusdanige manier aan te gaan werken. He, dus dat breder kijken dan naar diploma's. Actieagenda gaat dit oppakken. He, dat hebben we ook met elkaar afgesproken. He, en nou ja, hopelijk kunnen we op die manier een bijdrage gaan leveren aan het thema waar we het vandaag met elkaar hebben. Om dat te focussen. En ik vind het dus ontzettend leuk dat ik ook weer allerlei andere invalshoeken hier hoor. Ik heb nu net alweer dingen gehoord en denk, oh ja, dat kan ik mooi meenemen. Maar over die praktijk, daar gaat Robin net over. Daar neem ik inderdaad graag het stokje over. Want wij denken dan een persoonlijk verhaal ook altijd nog meer doet doorleven. Wat betekent het nou zoals wij met elkaar kijken vanuit onderwijs, vanuit de samenleving? De mensen die daarmee te maken hebben gehad, die zitten bij ons aan tafel, bij Bureau Sterk. Eigenlijk niet alleen aan tafel, maar we gaan met ze aan de slag. Zij gaan met ons aan de slag. En ik haal ook graag even Luc Stevens aan. Want in een van de artikelen die we toegestuurd kregen, sprak hij over het systeem, het onderwijssysteem, dat mensen vaak als een probleem definieert. En precies dat is wat veel mensen voelen als ze bij ons aan tafel komen. Ze komen bij ons aan tafel omdat wij in staat zijn om kennis, kunde en ervaring zichtbaar te maken en te valideren, van waarde te voorzien. Eigenlijk kijken we een beetje anders en ook niet zo heel ingewikkeld anders. En ik vertel u graag het verhaal van Volkert. Volkert is een waar gebeurd verhaal. En alweer 5 jaar geleden kwam hij bij ons, maakten we kennis. En dan heb ik te maken met een man van rond de 40. Groot, fors, enorme pretogen, kale kop, uit Amsterdam, met bijpassende humor. En werkzaam bij Waternet, voor velen van jullie vast bekend. Werkzaam als rioleringman. En Waternet zit op dat moment in een reorganisatie. En u voelt het al aan. Wilde hij in aanmerking komen voor een bepaalde functies, dan moest hij diploma's overleggen. En precies dat had hij niet. Het eerste wat hij zei toen hij bij ons aan tafel zat voor een intake was:
Ik heb alleen maar lagere zandbakdiploma. En dat was niet alleen maar met een lach, zo die dat inbracht. Hij zei ook, mijn baas Leo biedt me een kans om te laten zien dat ik mijn werk goed doe. En ik heb die kans met beide handen aangepakt. Ik heb ervaren in mijn leven dat ik nergens kom zonder papieren. En hij vertelde verder dat hij wel heel veel cursussen gedaan had. Enorm deskundig op het gebied van gevaarlijke stoffen. En hij beschikt over verschillende, heel veel diverse skills. Maar vooral over heel veel werk en levenservaring. Want later in dat verhaal wat hij vertelde, zijn levensverhaal, klopt het wat jullie misschien nu allemaal wel een beetje denken. Zijn wieg stond niet op de meest, om toch dat woord maar gebruiken, kansrijke plek. Kind van gescheiden ouders, problematische jeugd, alcohol in het spel, veel scholen van binnen gezien. En op zijn 15e zei de leerplichtambtenaar, alsjeblieft, niet meer die schoolbanken in en ga maar een baan zoeken. Op zijn 19e wordt hij zelf vader en hopt van de ene baan naar de andere baan. Hij vertelt me met trots, want daar vragen we ook altijd naar, waar ben je nou trots op? Dat overal waar hij aan de slag gaat, mensen tevreden zijn. Tot dat het moment komt over dat vaste contract. Dan kan hij zijn biezen pakken, want ook daar geldt. Heb je kwalificaties? En zo komt hij bij Waternet, want nog steeds is er voor rioleringman geen officiële opleiding. En dat is een kans, want meester Gezel werkt daar uitstekend. En werkende wijs doet hij enorm veel kennis, ervaring op. Groeit hij als mens. Volkert gaat bij ons een valideringstraject volgen. Voor sommigen ook wel bekend onder EVC-traject. Erkennen verworven competenties. Als eerste brengen wij altijd de zogeheten soft skills. Of niet eigenlijk, tegenwoordig zijn we het soft skills gaan noemen. Het besef daalt steeds meer in dat het belangrijk is dat je weet wie ben je als mens. Als mens en professional. En wij brengen dat als eerste in beeld. En dat betekent dat Volkert dat ook gedaan heeft. Op deze poster, waar een heleboel staat over wie hij als mensenprofessional is, kan die oprecht trots zijn. En daar staat bijvoorbeeld op zijn achtergrond, the only time you should look back is to see how far you've come. Dat is een heel hoopvolle tekst. En dat is het begin. Vervolgens krijgt hij een startassessment, vult hij zijn portfolio onder begeleiding, is er een werkplekbezoek en een eindassessment. Uit de rapportage die daaruit volgt, wordt zichtbaar dat Volkert een uitstekende professional is. Een ambachtsman, zoals we dat noemden. En in die rapportage wordt niet alleen maar aandacht besteed aan zijn kennis en kunde, maar ook hoe hij zich over hoe hij als persoon zijn werk hierin doet. Soft en harde skills noemen we dat dan tegenwoordig. In de evaluatie die ik met mijn rioleringmannen mocht voeren, en ik leg heel graag uit waarom ik mijn rioleringmannen heb, maar niet nu, waren er meerdere Volkerts. En zij noemden alle in die evaluatie hoe ontzettend belangrijk het toekomstperspectief was, wat ze verkregen door het volgen van het valideringstraject. Want Waternet als werkgever had gezegd, als je die rapportage overlegt, dan kun jij mee solliciteren naar die andere functies. De mannen voelden zich gezien, gehoord, erkend en gewaardeerd. En dat is wat het NIVOS zo prachtig over het voetlicht weet te brengen. Ik vertelde dat het een verhaal was van 5 jaar geleden. Ik kan u honderden, duizenden verhalen vertellen die veel recenter zijn. Maar ik heb deze gekozen om een bepaalde reden. Ik wilde een patroon zichtbaar maken. Een patroon wat zichtbaar wordt van alle mensen die bij ons zich melden. Nou, alle, veel mensen die zich bij ons melden, is dat ze het gevoel hebben dat ze ergens onderweg hun kansen niet gegrepen hebben, want ze lagen er toch. Dat ze gefaald hebben. Heeft vaak niemand zo expliciet tegen ze gezegd, maar impliciet, in alles. Dat ze niet hebben voldaan aan de verwachtingen.
En dat ze niet die voorbeeldrol kunnen nemen, zoals ze dat zo graag wensen. En dat is het beeld wat ze zelf zijn gaan leven. Vaak ook onbewust. En daar zit ook vaak wel een ankertje naar die samenleving. Niet echt blij zijn, zich niet gehoord voelen. Denk maar aan alles wat polarisatie met zich meebrengt. En bovenal getraumatiseerd vaak door het onderwijssysteem. Dit verhaal is ook hoopvol, want dat is het tweede patroon. Hoopvol omdat je in Volkert en met hem heel veel een verandering ziet gebeuren. Volkert spreek ik namelijk nog regelmatig. Hij heeft zijn valideringsrapportage nog niet in handen. Allemaal waar gebeurd. En hij heeft zich al aangemeld om door te studeren voor veiligheidsdeskundigen. Er wordt op het klokje getikt. Ik doe een stap naar voren. Ik ga proberen het nog sneller te doen. Hij is teamleider geworden. Hij is naar Jordanië gegaan. En mag in de vluchtelingenkampen samen met nog meer Volkerts de rioleringen aanleggen. Zijn kennis overdragen. Hij doet enorm aan zingeving. En hij inspireert heel erg de mensen in zijn team op de werkvloer bij Waternet. En na hem zijn er velen bij ons langsgekomen. Of zijn een opleiding gaan doen als dat nodig was. Passend was. Volkert heeft vertrouwen gekregen. Van Leo. Volkert geeft het vertrouwen door. Hij heeft hoge verwachtingen gehad. Hij geeft het door. Hij heeft lol gekregen in ontwikkelen. Hij geeft het door. En bovenal heeft hij vertrouwen in zichzelf gekregen dat hij van waarde is. En wij proberen heel bescheiden om heel ver vooraan in deze lijn dat al bij kinderen te doen. Door ze ook al bewust te maken, wie ben je nou? Wat maak je nieuwsgierig en hoe breng je dat in beeld? En hoe ontwikkel je dat? Op welke vlakken? En zoals dat behoort ook vanuit de pijlers van Gert Bista. Ik ga naar de afronding, oprecht. Ik sluit me zeer aan bij wat Annemarie zegt. Zoals we hier zitten, praten we over. Ik zou heel graag met iedereen willen praten. Met leerlingen, met de Volkerts en de Leo's uit deze samenleving. En om dan af te sluiten met Hannah Arendt, laten we er met elkaar tafels van de wereld van maken.